schaapsherders op de Brunsumerheide worden regelmatig agressief benaderd door hondenbezitters. Dat gebeurt vooral op de hondenuitlaatplek bij Heksenberg. De herders worden bedreigd op het moment dat ze begrazen op het heidegebied, waardoor we onze goed beheer niet meer kunnen doen. Waarom worden ze bedreigd dan? De mensen denken van, het is ons gebied. Hè, onze honden moeten hier loslopen. Hè, zeker, ze mogen loslopen. Maar ze moeten onder appel staan. En onze herders doen gewoon hun vak. Die doen ons werk. De schapen, die zijn onze grasmaaiers. Die lopen voor. En als we dat niet doen, dan wordt gewoon alles bos. En dan is het einde zoek eigenlijk. Je krijgt in eerste instantie van alles naar je hoofd geslingerd natuurlijk. Hè? En de schuld wordt vaak bij ons gelegd, dat wij met de schapen daar staan. En hun hond tot last zijn, in plaats van de hond onze schapen tot last zijn. Ja, met alle woorden die erbij horen, tegenwoordig krijgen we dat naar ons hoofd geslingerd. Wat doet u dan in zo'n geval? Ja, wij proberen zo rustig mogelijk te blijven. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet er niet mee gaan, want anders wordt het van kwaad tot erger. En dan worden ze zelfs fysiek. Het is nog niet zo geweest dat we echt de klap hebben gehad, maar wel de bedreigingen naartoe. En als je dan die mensen tegen je over hebt staan, dan voel je je gewoon niet meer veilig. De 300 schapen op de heide moeten eigenlijk de hele dag grazen, maar ze beginnen pas rond 10 uur. Voor die tijd zijn er te veel hondenbezitters op die plek. Het gaat in feite om ongeveer 3 weken per jaar. Maar als sommige hondenbezitters de herders zo blijven bedreigen, blijven de herders weg. En dat is niet goed voor het beheer van de heide. De schaapherders zeggen nu al, ik begraas niet meer op aan de kant van de Heksenberg. We krijgen al klachten van mensen van, komt de schaapskudde nog grazen, want het gras wordt te hoog. Dus we zijn aan het kijken met onze herder van, we gaan communiceren met bebording. Dit is natuurlijk een medium om te kijken van om de mensen bewust te maken van ons beheer en van de schaapskudde. En als dat allemaal niet werkt, dan zijn we genoodzaakt om dat beheer op dat stuk te stoppen. En dan wordt het of bos of dan moeten we maatregelen in ieder geval nemen. Het gevaar van de loslopende honden zit hem in het feit dat ze de kudde kunnen inlopen. En dat kost zo'n 4 schapen per jaar het leven. Ze bijthonden en dat gaat infecteren, daar kunnen ze aan komen te overlijden. Soms zijn ze dus direct dood, hè, dat de hond echt naar de keel grijpt en dan is het meteen afgelopen. Maar met name in het najaar, dan zijn ze ver in de dracht. Hè, dan verwachten we de lammetjes en een schaap is een heel stressgevoelig dier. En als er dan zo'n hond in de kudde komt, hebben ze heel veel stress. En dat zien we in de loop van de lammertijd, dat ze heel veel miskramen gaan geven. Maar is het zo dat elke hond dan in gevecht aangaat met een schaap? Nee. Sommige honden is het speels gedrag, maar zo'n schaap die ziet het niet. Of het nou spelen is, of dat het jagen is. Het komt eigenlijk met alle hondensoorten wel voor? Met alle honden kan er voorkomen. Of ze nou een kleine Jack Russell of een grote husky. Het is wel zo, bij een grote husky is de schade vaak groter, want die zijn natuurlijk veel krachtiger dan bij een klein Jack Russeltje. Er zijn nog meer honden los op gebieden. We hebben totaal 40 hectare, waarvan een gedeelte op de Heksenberg ligt, achter de voetbalterreinen, en een gedeelte aan de kant van gemeente Brunsum. Totaliteit 40 hectare, dus zat op om met de hond lekker los te lopen. Mooie hond, wat is de naam? Dat is Elena. Dat is Elena, een Drentse patrijs. Elena heeft wel een beetje idee dat hier schapen rondlopen? Ja, zeker. Wij zagen die schapen al en dan pak ik ze meteen vast. En je moet toch een beetje rekening houden met elkaar. En vooral ook met de herder en met de schapen. Worden die herders hier worden bedreigd hier door sommige mensen, omdat ze de honden dan toch los willen laten lopen? Ja, dat vind ik niet kunnen. Ik vind je moet met elkaar rekening houden. En als je weet dat daar de herder is met de schapen, dan moet je ze gewoon vastpakken. En agressief benaderen vind ik, dat kan helemaal niet. Mensen, ik vraag echt jullie aandacht en respect voor onze schaapherder. Voor ons vak, wat we uitvoeren om het gebied Brunsumerheide mooi te houden. Dus kom je wandelen met je hond op de Brunsumerheide. En zeker in het hondenloshopgebied, heb respect voor ons vak. En hou je hond onder appel. Dankjewel.